Voorzitter, we krijgen een gevarieerd menu voorgeschoteld, afkomstig uit de keuken van de minister, waar men brouwt aan nieuwe wetjes. Het is een zeer gevarieerd menu. Lichte, hapklare brokjes, waar het mee eens kan zijn. Onder het motto, baat het niet, schaadt het niet. Dat is het meest positieve wat je ervan kan zeggen. Maar er is ook zware kost, en die wordt ook wel eens een keer vaak omringd met een geurtje wat ons niet geheel en al bevalt. De toon van het debat is van die aard dat je als oppervlakkige beschouwer zou kunnen denken, nou, de staat laat wel zijn tanden zien. Dit gaat de goede kant op. Ze zullen dus van lusten dat geboefte. Kijk eens aan. Pak kansverhogende maatregelen heb ik niet aangetroffen. Maar daar moet ik het maar niet over hebben. Maar straffen die worden verhoogd, die worden verdubbeld. Delictsomschrijvingen worden uitgebreid. Er worden nieuwe handelingen als strafwaardig beoordeeld. Het gaat de goede kant op. Nou, laat ik die mensen uit de droom helpen. Wat zich hier voltrekt is een maskerade. Wat zich hier voltrekt is een façade. Die moet verhullen dat het in de strafpraktijk, in de praktijk waarbij de mensen veiligheid wordt geboden door de gestelde machten, de overheid het hopeloos laat afweten. En dat ter compensatie nu allemaal nieuwe tekstjes aan het papier worden toevertrouwd waaruit wij hoop moeten putten. Maak even de inleiding aan. Oh, ja. Zullen we eerst even de inleiding luisteren? Dat is een beetje een chagrijnige entree. En ik wil niet als mopperkont tijdens dit debat eindigen. Dus ik wil wel weten dat de minister kan merken dat wij ook de nuance betrachten. Zo is er nu een strafbepaling aangaande het hinderen van hulpverleners. Dat is een hele goede zaak. Die mensen die verdienen een steuntje in de rug. Daar ziet iedereen wel de noodzaak en het nut van in. En de pakkans in die kwesties is ook niet al te gering, want iedereen staat er met zijn neus bovenop. Dus de bewijspositie van de vandaal in kwestie die hulpverleners belaagt, die hoeft niet al te ingewikkeld te wezen. De praktijk wijst uit dat je nauwelijks belagers van hulpverleners voor de rechtbank treft. Worden die dan niet opgepakt? Nee. De zaak wordt in de kiem gesmoord. Iedereen gaat zijn weegs. En achteraf komt er een hulpverlener klagen wat er is gebeurd. En zelden zie je een van die vandalen die verantwoordelijk is voor die kwesties opgepakt worden. Gewoon een kwestie van doen. Maar goed, dat die bepaling er is, kan geen kwaad. Zullen we even luisteren naar mevrouw Buitenweg? Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik hoorde de heer Heerema zeggen dat hij een beetje een mopperige entree was. Het was me inderdaad opgevallen dat hij er niet de hele tijd was. Maar misschien hij doet voorkomen alsof hij de eerste is die de pakkansverhoging opbrengt. Maar ik neem aan dat hij wel heeft meegekregen dat vrijwel alle collega's dat hebben aangegeven. Dat het niet alleen gaat over het verhogen van de strafmaat, maar juist een pakkans. Dus u bent het waarschijnlijk, dan is de heer Heerema, die sluit zich waarschijnlijk aan bij de collega's in plaats van dat hij zich daar tegenover stelt. Kan ik het zo zien? Ik weet het niet. Ik beoordeel niet het werk van de Kamer. Ik heb het over de minister en het woord pakkans kom ik in zijn teksten niet tegen. Dus, maar ik beoordeel u, louter, mijn collega's, op het feit dat er hier een prettig debat wordt gevoerd met een optimistische toonzetting en kwiek en optimistisch tegen de toekomst wordt aangekeken. Nou, dan ben ik misschien een beetje dissonant aan het worden. Dat is juist mijn punt, meneer de voorzitter, dat het niet dissonant was, dat de heer Heerema het fijn vindt om dissonant over te komen, maar dat vrijwel alle collega's hier in de Tweede Kamer hebben gezegd dat het er niet alleen om gaat dat iets op papier mooi is, maar dat we ons zorgen maken dat de pakkans onvoldoende is en dat we juist de minister oproepen om dat te verhogen en daarover zometeen ons een antwoord te geven. Nou, dat is bij deze de minister dan nogmaals ingepeperd. Dank u wel. Die kant wou ik ook op. 311, gedurende de nachtrust wordt geschrapt, ook een zeer nuttige overpeinzing. De strafverhoging die kan in de praktijk uitwijzen dat er ook voorbereidingshandelingen strafbaar gesteld kunnen worden, kan geen kwaad. Wraakporno, hetzelfde verhaal, baat het niet, schaadt het niet. Kindermishandeling, verjaring, kan ook op het stapeltje. Nou, hiermee heb ik toch alle mogelijke nuances betracht. Dat ziet er goed uit, het kan geen kwaad. Dan nu maar het chagrijn. 140 strafrecht, daar wordt behoorlijk mee geparadeerd. Die criminele organisaties, die zal er van lusten. Iedereen die deelneemt aan een criminele organisatie met een oogmerk plegen van misdrijven van meer dan 12 jaar op straat, gaat 10 jaar de bak in. Dat zal bij de niet ingewijde lezer van een krant
de gedachte kunnen opbrengen. Nou, die 10 jaar valt me nog mee. Als die leest wat voor criminele organisaties er aan het werk zijn, dan kan die 10 jaar nog wel mee door. Het miskent volledig de realiteit. De memorie van toelichting die schrijft hierover dat met deze strafverhoging van 6 naar 10 jaar een signaal wordt afgegeven van sterke maatschappelijke afkeuring. Een fopspeen. Een fopspeen. Iedereen die hoog is gestegen in een criminele organisatie, die dus belandt in de categorie 10 jaar of meer, want dat krijgen ze, we hebben het over drugsorganisaties meestal altijd praktisch, die hoog gestegen is in die rangorde krijgt meer dan 10 jaar, reken daar maar op. Hoe kan dat nou, zal de lezer denken, want hij kan toch maximaal 10 jaar krijgen. Iedereen die deel uitmaakt van een criminele organisatie die ertoe doet, die krijgt zijn grote zware straffen vanwege de gronddelicten, van de handel in verdovende middelen, van de handel in wapens, van het medeplegen van een strafbaar feit. Daar komt hij hoog in de boom te hangen. Daar loopt die schade op. Want 140, dat is het toetje op de bewezen verklaring. Dat wordt alleen maar door het OM erbij gehaald in de hoop dat als alles mislukt, dat tenminste dat blijft hangen. En bovendien is het makkelijk als je later tot verrekening moet overgaan met ontnemingsmaatregelen. Dat is makkelijker als iemand voor een 140 is veroordeeld. Niemand die louter onder dit wetsartikel valt, die dus alleen maar veroordeeld kan worden vanwege het lidmaatschap van een criminele organisatie en die niet is toegekomen het medeplegen van een gronddelict waar die organisatie op drijft, zijn inkomsten uitpeurt, een onderknuppel dus, iemand die een loodsje ter beschikking stelt, iemand die auto's faciliteert, iemand ja, die de elektriciteit beheert, iedereen die gaat knippen in hasloodsen, die krijgt nooit van zijn levensdagen 10 jaar. Nooit. En dan word ik chagrijnig van, dan wat hier gebeurt is dat met plechtstatige gezichten op wetshandhaving wordt gewezen. Wat er in feite gebeurt, is dat rechters met dit artikel denken, als het hier vandaan komt en wordt aangenomen, oh, waar is de prullenbak? Ik kan er in de praktijk helemaal niks mee. Want die onderknuppels die louter op 140 worden veroordeeld, dat zijn mensen die krijgen nooit van zijn leven 10 jaar. Het is zinloze façadepolitiek, symboolpolitiek. Het is piepschuim. Wat moet je er nog meer van verzinnen? Maar wat het erge is, je ondermijnt het gezag van de wet. En dat geldt voor meer artikelen. Niemand neemt een wet op den duur serieus waarvan iedereen weet die een beetje ingewijd is in kennis van die wet, dat rechters er niks mee kunnen. En dat is wat zich hier dagelijks voltrekt. En waarom gebeurt dat? Om te maskeren dat er op straat in de praktijk met opsporing gewoon wordt gefaald. Dag in dag uit. Nu zitten we met 10 jaar. Dat klinkt heel manhaftig. Goede gelegenheid om de minister te vragen. Hoop doet leven, zou je kunnen denken. 9 van de 10 criminele organisaties wordt niet vervolgd. Is gebleken uit een verontrustend rechercherapport, wat dat niet zo lang geleden is gepubliceerd. Hoe is het daarmee inmiddels meegesteld? De minister heeft kennelijk wat handel in handen om mensen zwaarder te bestraffen tot 10 jaar. Waar komen die lui opeens vandaan? 9 van de 10 wordt helemaal niet vervolgd van de organisaties. En dan kom je met zo'n maatregel. Papier is geduldig, hoop doet leven, maar het schiet niet op. Dan de wet wapens en munitie. 8 jaar voor wapenhandel. Dat klinkt ook heel manhaftig. Daar zit ook wel wat in. Het punt is alleen dat de memorie van toelichting die zegt het kabinet neemt het strafwaardig gedrag serieus. Het loopt de spuigaten uit en het is een ernstig gevaar voor de burger. Oh ja, is er nou eindelijk ooit 1 keer, en dat noem ik Amsterdam. In Amsterdam, een razzia heeft zich daar nooit voltrokken in de richting van panden in wijken waar de politie donders goed weet dat ieder huis in de straat, vol wapens ligt. Nooit 1 keer. Nooit wordt zelfstandig een onderzoek gedaan op basis van de wapenwet. Nooit. Zelfs als criminele organisaties worden ontmanteld en men vindt dan wapens, dan gaat het naar het gerechtelijk rap. En nooit vindt vervolgonderzoek plaats. Waar komen die kringen vandaan? Hoe komen ze eraan? Nooit gebeurt dat. Alle wapenteams met specialisten zijn ontmanteld. Hoe is het daarmee? Vraag aan de minister. Daar wordt veel over geklaagd vanuit de recherche. Dat al die mooie deskundigheid op het terrein van de wapenwet is verdampt. Die teams zijn opgeheven. Hoe is het daar nou mee? Hoe kom je in zo'n klimaat met het verhaal, we gaan de strafmaat naar 8 jaar ophokken? Je hebt er helemaal niks aan. Nou ja, als er niks te pakken valt, dan fixen we wel wat op papier.
Dit is ook weer een maskerade van puur falend beleid. Maar ik wil graag weten, hoe is het nu gesteld met de wapenteams? En dan wil ik nog wel wat weten. Ik heb de minister, dat zal wel langer dan een jaar geleden zijn, gezegd, toen waren er nog 12% van de recherche in Amsterdam ziet thuis, of die die mensen niet eens kon bezoeken. Want 9 van de 10 criminele organisaties wordt niet vervolgd. Als je die mensen op de werkvloer kennelijk ziek geworden, maar toch nog wel mobiel, wellicht, nou eens kunt benaderen met mensen te zeggen, die oude dossiers die hier allemaal nog liggen. Wil jij die eens even, Pietje, doorworstelen? Hoef je alleen maar naar wapentjes te zoeken. Niet alle verdachten op een hoopje, niet de onderlinge verbanden hoef je niet bloot te leggen. Een helse karweit is ook veel te laat. Maar als je denkt dat er een wapentje in het spel is, vindt hij zo, dan moet je daar even op doorrechercheren. Is dat nou wel eens gebeurd? Dat vond ik zo'n fijn plan voor mezelf. Dat noemde ik de hark- en sleepmethode. Je gaat die oude dossiers van de plank halen. Je zet er dat hele reservoir halfzieke, bijna zieke, al bijna genezen rechercheurs op. Kunnen ze kalmpjes aan weer een beetje in de criminele sfeer belanden. Leren ze weer eens wat oude bekende namen ontmoeten. En gaan ze eens op bezoek bij al die panden. Nooit gebeurt dat. Nooit gebeurt dat. In de praktijk gebeurt er niks. Al geen, nou, al kabinetten lang. Rutte 1, 2, 3. Het schiet niet op. De opsporingsmethodes die zijn, resultaten zijn dramatisch, nog steeds. Ze worden verdoezeld en je wordt ook als burger met de neus genomen. Nooit vindt een gericht wapenonderzoek plaats. Het is komisch, de enige kalasjnikovs die wel worden gevonden, dat zijn er amateurhengelaars. Die gaan met hengeltjes in de gracht fietsen ophalen in de hoop dat ze ook een oude verroeste kalasjnikov tegenkomen. De pers loopt mee in de hoop ook dat ze zo'n wapen op een fotootje krijgen. Dat zijn bij mij de enige gerichte opsporingsmensen die zich richten op automatisch wapen. Verder gebeurt er vanuit politieoogpunt niks. Wat zeggen we hier dus van 8 jaar wapenhandel? Kan wel, doe maar. Kan geen kwaad. Je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt. Dan komen we bij 137d. Hetzelfde verhaal. Pure symboolpolitiek. Wat staat er in de memorie van toelichting? Er moet een afschrikwekkende werking van uitgaan. We gaan 1 jaar naar ophogen naar 2 voor mensen die zijn haat zaaien en die discrimineren en dat soort types. Want het loopt de spuigaten uit, dat staat er niet bij. Want het loopt de spuigaten helemaal niet uit. Het onderzoek wijst uit dat in 2017 9 strafzaken zijn gevoerd en dat zijn allemaal taakstrafjes geworden. Nou komt die rechter in aanraking met die nieuwe wet. Daar gaat hij weer. Waar staat mijn prullenbak? Onzin. Dit tast het gezag van de wet aan. En wat zegt dan de memorie van toelichting? De verhoging heeft een afschrikwekkende werking. Onzin. Mensen die ze beschuldigd maken van dit soort delicten zijn overtuigingsdaders. Die komen uit voor hun politieke inzichten of religieuze inzichten. Die hou je niet tegen met 2 jaar. En zeker niet als ze weten dat die toch nooit wordt opgelegd. Dus dit is ook puur symbool. Maar wat staat hier? Een afschrikwekkende werking. Daar hadden we nou eens van moeten leren, want die is er. Al jarenlang, dag in dag uit, voltrekt zich het proces Wilders. Dag in dag uit, dat is de afschrikwekkende werking die uitgaat van de werking van dit artikel. En dit artikel is funest, omdat het ook leidt tot politiek opportunisme bij de vervolging. De PvdA-voorman zegt, kut Marokkaan. Andere PvdA-voorman zegt, Marokkanen zijn genetisch voorbestemd om hoog te eindigen op de criminele ladder. Andere PvdA-voorman zegt, bij de bestraffing moet je Marokkanen vernederen. Wat zegt Wilders? Meer. En die zit al jaren in een hels proces op basis van dit artikel. Dit artikel verdeelt de samenleving tot op het bot. Dit artikel is een toevluchtsoord geworden voor querulanten en schriftgeleerden wil ik zeggen, nee, scherpslijpers. En dan niet alleen de individuele burger die last heeft van een haatzaaiende buurman of iemand die over de heg beledigende teksten spreekt. Nee, het zijn de belangenverenigingen die maar 1 doel hebben en dat is klachtenoptimalisatie. Dat is hun verdienmodel. Zij bestaan bij de gratie van aangiftes en het grijpen naar dit artikel en in optocht naar de politiebureaus marcheren. En de politie vult er verdorie ook nog voorgevulde formuliertjes in. Dat het maar mag lukken met de aangifte. Dat is wat de samenleving verdeelt. Niet die uitlatingen die een overspannenheid of religieus primitief gedachtegoed voortspruiten, dat zijn burenruzies. Daar moet je het niet van hebben en die krijgen nooit 2 jaar. Dit artikel moet dood. Het mag alleen blijven staan aanzetten tot geweld.
aanzetten tot haat en discriminatie is voor een rechter een jungle. Daar is niet uit te komen. En daarom heb ik een amendement in voorbereiding, dat is er al, waarbij wordt voorgesteld wijziging van dit artikel met de schrapping aanzetten tot haat en discriminatie. Omdat het de samenleving splijt en omdat het de rechterlijke macht overbelast, mag ik de minister vragen, er moet een afschrikwekkende werking uitgaan van dit gebeuren, van dit artikel. Ik zeg u dat de afschrikwekkende werking ligt besloten in de werking van het artikel zelf. Mag ik de minister eens vragen om de afschrikwekkende werking van de werking van dit artikel zelf nog eens even keihard onder de aandacht te brengen? Wat heeft de staat tot nu toe de zaak Wilders gekost? Hoe rendeert dit artikel van staatswege? Dat wil ik wel eens even horen. De sociale cohesie is ermee gemoeid met het bestaan van dit artikel. De vrijheid van meningsuiting, artikel 10, schrijft voor dat iedereen mag zeggen wat hij wil. Dat vinden wij ook. Tenzij hij beledigt of aanzet tot geweld of opruit. Dat is wat wij ook willen. En de sociale cohesie die kan alleen maar een aanleiding zijn om de vrijheid van meningsuiting te begrenzen als er een klemmende reden is van maatschappelijk belang. Die vrijheid van meningsuiting mag verkleinen, laat ik het maar zo zeggen. Een vraag van mevrouw Buitenweg. Ja, dank u wel. Het doel van een wetsartikel, zeg maar dat je niet mag oproepen tot geweld en ook niet tot haat, dat heeft ermee te maken dat we anders een samenleving krijgen waarin mensen onveilig zijn, geïntimideerd zijn en niet zichzelf kunnen zijn en daarmee niet vrijelijk, net als anderen, deel kunnen nemen aan de samenleving. Dat is waarom het zo van belang is. En ik vraag dus nu aan de heer Hiddema of ik het nou goed heb begrepen dat Forum voor Democratie vindt dat er geen wetsartikel moet zijn. Het moet niet verboden te zijn om op te roepen tot haat tegen homo's. Natuurlijk, dat mag je niet doen. Maar dan krijg je een heel ander debat. En dan hoef je niet langs de weg van dit artikel. Dan kun je opruien. Dan valt het al heel snel onder aanzetten tot geweld. Wat dan ook, belediging, wat al niet. Als je iemand van homoseksuele geaardheid per se negatief wil bejegenen, dan zou je toch ook met een spoor van bewijs moeten komen op basis waarvan die bejegening is gestoeld. Nou, dan zit je meteen in de belediging. Nee, het gaat nu alle kanten op. Als ik het goed heb begrepen, want het was best net een heel betoog, begrijp ik dat er een aanpassing komt van artikel 137d. Ja. En dat betekent dat bij die aanpassing is het zo dat het verbod op het oproepen tot haat en geweld, dat beperkt wordt, dat je alleen niet mag oproepen tot geweld. Ja. En dat je nog steeds wel, of dat je dan wel dus kan oproepen tot haat. Want waarom zou je anders het wetsartikel willen aanpassen? Ik begrijp daarmee dat Forum voor Democratie het wetsartikel zo wil aanpassen dat het oproepen tot haat tegen, en dan komt er een hele hoeveelheid, al die gronden, dat voortaan niet moet worden verboden. Daar moet u dan toch ook niet voor weg willen lopen? Ik loop helemaal niet weg. Als iedereen simpel van geest denkt dat hij een mening moet spuien die meestal het niveau van de aperte domheid nog nauwelijks overstijgt, en denkende dat hij daarmee homo's kan krenken, dan komt hij vanuit zijn dommigheid al heel snel uit bij hele stomzinnige beledigingen. Nou, klaar ermee. Maar nu zit je met dit aanzettend artikel, daar komt de rechterlijke macht. U ziet het nou bij Wilders. De officier probeert hem nog steeds te vervolgen voor aanzetten tot haat. Het moet niet gekker worden. En dat zou de sociale cohesie dus bedreigen, de heer Wilders. En de economische samenleving. Daarom zou die beperking er moeten komen. Nou, laat ik u zeggen, als de democratie niet tegen Wilders is opgewassen, dan stelt er geen knip voor de neus waard. En dat is de werking van tot op vandaag de dag van dit artikel. En dat verdeelt de samenleving tot op het bot. En het jut alleen maar mensen op die het niet gaat om hun persoonlijke integriteit. Het zijn de belangenverenigingen die en masse de kans grijpen om weer een procesje te gaan voeren. Daar willen wij van af. De bestaande wetten bieden meer dan voldoende ruimte om iemand op te pakken wegens opruiing, aanzetten tot geweld of beledigen. Aantasten en eer de goede naam. Dat is toch simpel? De heer Van Wijngaarden. Ja, Forum voor Democratie stelt hiervoor haatzaaien uit de wet te halen.
Maar en brengt dat belang van dat artikel terug tot alleen maar de zaak Wilders. Maar dat haatzaai-artikel wordt natuurlijk wel degelijk ook toegepast in andere zaken. Zoals bijvoorbeeld het weren van een haatimam die naar Nederland wil komen en die oproept om homo's met hun hoofd naar beneden van een flatgebouw te gooien. Nou, daar is dit artikel ook toegepast. Nou. En door voor te stellen, door dat Forum nu voorstelt dit artikel uit de wet te halen, rolt Forum de rode loper uit voor dit soort haatimams. Wat is de reactie van de heer Hedema daarop? Dat zijn grote woorden, maar kleine gedachten van deze geachte VVD-afgezant. Als een iemand oproept om u, of Joost mag weten, van de flat te gooien, roept hij dan op dat haat? Nee, dan roept hij op dat geweld. Misschien heeft hij dan grote compassie voor die man die zich zo vreselijk heeft misdragen in moreel opzicht. Dan heeft hij vreselijk compassie voor. Maar het kan niet anders, hij moet dood. Nou, dat is oproepen dat geweld. Simpel. Ja, het lijkt me heerlijk om in de wereld van de heer Hiddema te leven, want in die wereld is alles simpel. Maar wat de heer Hiddema doet, hij versimpelt het belang van dit artikel tot één zaak, namelijk de zaak Wilders, een zaak die nog tot onder de rechter is. Daar wil ik nu ook verder niet op ingaan. Waar hij aan voorbij gaat, is dat hele haatzaai-artikel wel degelijk van belang is om nog voordat iemand gaat oproepen tot geweld, maar in het stadium dat hij aan het oproepen is tot haat, dat je hem dan al op basis daarvan een titel creëert, een juridische titel creëert, om ze iemand te weren uit de Nederlandse samenleving. En volgens mij moeten we elkaar daar toch juist op kunnen vinden. Dat soort mensen willen we hier toch helemaal niet. Nee. Waarom gaan we dan de mogelijkheid uit de wet halen om die mensen uit Nederland te houden? Omdat het de rechter opzadelt met eindeloze discussies en gepalaver. Wanneer is het haatstadium nou bereikt? En wanneer is het discriminatiestadium bereikt? Nou, dan zeggen wij, hou hier maar mee op. Want de wet heeft voldoende, onze gereedschapskist is voldoende toegerust die we nu hebben om het daarmee te doen. En bovendien is dit artikel, dat blijkt uit de werking ervan, niet geschikt om een individuele burger met een geprangd gemoed die zich belaagd voelt door haat enige soelaas te bieden. Het zijn altijd beroepsgroepen, belangengroepen die zich meester maken van dit artikel. Kost de staat handenvol geld. Daar moeten we mee ophouden. Ja, maar dan is het nu interessant, want de aanleiding, als we alles afpellen, is dat het heel ingewikkeld zou zijn voor de rechter om dit artikel toe te passen. Dan vind ik het toch interessant dat we nog nooit dat signaal vanuit de rechtspraak hebben gekregen. Dus dat is puur de interpretatie van de heer Hiddema. Nou, ik denk dat de rechters, ja, niet zoveel behoefte hebben om zich ten aanzien van dit soort kwesties echt vreselijk te gaan roeren. Want in 2017 zijn er 9 rechters aan dit artikel toegekomen. Dus het valt nogal mee. Dan denk ik, nou, als dat de voordelen zijn, 9 strafzaken, als dat de oogst is, hou er dan maar mee op. Kan simpeler. Nou, ja, dit is dus het wetsvoorstel 137d. Die hele wet, die typeert nou echt wat zich hier heeft voltrokken. Met betrekking tot die wet, maar eigenlijk alles. Uit angst voor de mondige burger moet dit artikel in de stijgers blijven en ook nog worden opgetuigd. Het is een volwassen democratie onwaardig. En zoals ik vind, en daar rond ik mee af, alle voorstellen die hier liggen, en u weet hoe genuanceerd ik heb geprobeerd er tegenaan te kijken, die verdienen alle waardering. De ijver van de minister die is groot, dat moet gezegd worden. Er is een heleboel papier uit zijn handen gevogeld en uit de keuken komt heel wat. Maar we hebben er niks aan. En dat is ook de democratie onwaardig. Als je hier als minister, als regering, met het een pathos wil ik niet zeggen, maar met een wervende teksten komt en waaruit de burger zou kunnen afleiden, zoals het dat nu ging, was het inderdaad niet al te best, maar het gaat nu een heel andere kant op, dan is dat piepschuim naar de burger, het is een fopspeen naar de burger. En een lange neus naar iedereen die serieus wil weten wat er nou precies aan de hand is met de staat van de misdaadbestrijding. En daar heb ik de minister vragen over gesteld. Ik wil graag weten hoe het zit met de wapenteams. Ik wil graag weten hoeveel specifiek wapengerichte onderzoeken zich het afgelopen jaar, laat ik het simpel houden, hebben voltrokken. En ik wil graag weten wat kost dat nou, die zaak Wilders?
That's it. Dank u wel. Dan gaan we luisteren naar mevrouw Kuiken van de fractie van de Partij van de Arbeid.